Sabine Niederer. Zij is onderzoekster Visual Mythologies aan de Hogeschool van Amsterdam. En ik ben benieuwd wat jullie bij Visual Mythologies doen. En dan specifiek over jullie participatieve methodieken. Bijvoorbeeld Talk Back to the Map. Kan je daar meer over vertellen? Zeker, dankjewel. Bij het Visual Methodologies Collective, een onderzoeksgroep aan de Hogeschool van Amsterdam, richten we ons op het ontwikkelen van visuele en digitale en participatieve methoden om maatschappelijke kwesties in kaart te brengen en daar inderdaad verschillende publieken bij te betrekken. Ik zie al dat er een afbeelding achter mij in beeld is. Wat we eigenlijk doen, en de dingen, je vroeg al even naar de participatieve methode, maar wat we hier zien is eigenlijk een afbeelding van hoe op verschillende social media verschillende kwesties in kaart worden gebracht. En hoe mensen afbeeldingen delen, metaforen gebruiken en eigenlijk informatie delen over een bepaalde kwestie. Dus dat is één lijn in het onderzoek. En soms laten we het daar niet bij en leggen we ook die resultaten van zo'n mapping voor aan verschillende doelgroepen. En dan laten we ze terugpraten of reageren op die kaarten. En dat noemen we dan Talk Back to the Map. Mm-hmm. Hier zie je een voorbeeld daarvan, waarbij we eigenlijk de resultaten van ons onderzoek voorleggen aan experts en ervaringsdeskundigen en zeggen van oké, waarom ziet het er nou zo uit? Mm-hmm. De visualisatie van dat onderwerp. Of waarom wordt er op deze manier over gesproken? En wat gaan we daaraan doen? Wat vinden we daarvan? Een beetje vergelijkbaar met een emotienetwerk, maar toch net anders. Een andere manier, en daar hebben we ook een afbeelding van bij ons, is de plotparty. Eigenlijk een hele snelle manier om samen met een groep aanwezigen op een bepaalde plek de mening in kaart te brengen over een bepaald onderwerp. Van waar werken we naartoe? Of wie is er verantwoordelijk? Of hoe willen we dat iets eruit ziet? En dan maken we gezamenlijk een visualisatie ter plaatse. Wat doe je met die kennis? Verschillende dingen. We werken aan praktijkgericht onderzoek in ons lectoraat. Dus wat we doen is, aan de ene kant is het een interpretatieverrijkingslaag van het onderzoek dat we al doen. Door niet alleen zelf als onderzoekers, dan maar even in het thema te blijven, in onze bubbel te blijven zitten, maar ook te horen van hoe anderen die interpreteren, die bevindingen, maken we het onderzoek sterker. Aan de andere kant zijn ook de settings waarin we het gebruiken verschillend. Het kan zijn dat we met campagnevoerders werken die bezig zijn met een bepaald onderwerp en die merken dat ze eigenlijk zelf in hun eigen groef zitten van alleen maar met andere experts praten. Ook in het ontwikkelen van een campagne. En dan even zien van eigenlijk is het gesprek online, heeft een heel andere toon of loopt soms lichtjaren achter in de voorbeelden die worden aangehaald op waar zij mee bezig zijn al. Dus dat kan ook een eye-opener zijn wat dat betreft. En jullie hebben in kaart gebracht hoe er op social media maatschappelijke thema's worden besproken. Mm-hmm. Welke conclusies zou je daaraan kunnen verbinden? Zijn mensen bereid bijvoorbeeld om hun mening bij te stellen, beïnvloed door social media? Ja, ik ben heel optimistisch. Ik denk dat mensen altijd wel bereid zijn om hun mening bij te stellen als ze in contact komen met anderen. En ik denk dat de voorgaande gesprekken daar al voorbeelden van geven van hoe dat zou kunnen. Wat ik eigenlijk vooral zelf concludeer is dat verschillende social media eigenlijk een heel verschillend venster werpen of zijn op een thema. Dus social media hebben ook afzonderlijk van elkaar hun eigen klank, hun eigen toon en hun eigen gebruik. Dus dat is ook iets waar je je bewust van kunt zijn. Dat Instagram een ander beeld geeft van hoe het met het klimaat gaat, bijvoorbeeld, dan Twitter of Wikipedia. Maar ook daar is niet één stem te onderscheiden. Want door die filterbubbels en door algoritmes krijg je ook maar een bepaald beeld te zien en wordt dat ook bevestigd. Arjen Lubach heeft dat inderdaad op een hele mooie manier inzichtelijk gemaakt. Ja. Kan je iets doen om die algoritmes te doorbreken, om je bewust te worden van die andere verhalen? Heb je daar onderzoek naar kunnen doen? We hebben wel onderzoek gedaan wat eigenlijk best wel experimenteel was in de vorm, waarbij we hebben gekeken naar verschillende interfaces van sociale media en gekeken wat wordt er nou echt gepusht door het platform zelf en wat komt er vanuit jouw eigen netwerk bijvoorbeeld al naar boven. En dan zie je dat inderdaad een niet meer uit elkaar te trekken samenspel is van de technologie en jouw eigen bubbel. Maar dit platform legt er nog even een flinke saus bovenop van het pushen van bepaalde content. En wat we eigenlijk in het onderzoek proberen te doen, zeker ook het onderzoek naar klimaat of naar desinformatie of naar andere topics, is kijken niet alleen naar hoeveel is er nou
van een bepaald type informatie. Maar ook, wat wordt er nou gedeeld en wat is de dynamiek van dat delen? Hmm. En dan heb je alweer wat meer inzicht over, nou ja, in elk geval de mechanismen van verspreiding bijvoorbeeld.